En de personeelsbond bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo heeft vandaag haar acties opgeschort. Zij het onder protest. De bond is gisteren door de directie van het ziekenhuis voor het gerecht gedaagd. De rechter heeft vanmorgen partijen gehoord en bemiddeld in deze kwestie die al langer dan 3 weken gaande is. Bondsvoorzitter Lloyd Pool zegt dat er gisteren rancune is toegepast op werknemers en dat ze zijn bedreigd. Dit heeft ertoe geleid dat de acties verscherpt zijn en het beraad werd opgevoerd tot 8 uur 's morgens. Dat was aanleiding voor de directie om naar de rechter te stappen. Door de directie was er eigenlijk geëist dat wij de acties moeten opschorten. En als wij dat niet deden, dan zouden wij een bedrag van 500.000 SRD per dag moeten betalen. De directeur heeft haar een mening gegeven waarom. Ze wilde in feite dat de acties onrechtmatig verklaard moesten worden. Wij hebben ons betoog gedaan, waarbij we de rechter hebben aangegeven dat in feite wij van mening zijn. En als we kijken naar wat er precies gebeurt, dat wij in feite het recht hebben en alle recht hebben om in actie te zijn. Want de waardering van de mensen blijft uit. Maar meer nog vragen we naar één eenvoudig ding. En dat is dat er wordt vastgelegd dat het AZP zijn loonreeks mag gebruiken. Toch? Ik zeg het gewoon in een nutshell. De directeur heeft aangegeven dat zij dat niet kunnen doen. Ze hadden de bond gevraagd naar tijd om te onderhandelen, 2-3 maanden. Maar er was geen duidelijkheid in als het werkelijk komt na 2 of 3 maanden. Dus wat er op den duur is afgesproken daar, de rechter heeft geen vonnis geveld. Dat kan ik op dit moment meteen zeggen. Er is geweest comparitie tussen partijen. Met dien verstande dat de directie maximaal 3 maanden krijgt, niet langer, maximaal 3 maanden om de onderhandelingen te voeren, om te kunnen komen tot de loonreeks. Verder hebben wij ook geopperd van, we gaan de acties niet opheffen, we gaan opschorten. Met dien verstande ook dat er tegen geen enkele medewerker die heeft meegedaan aan de actie, een of ander maatregel wordt getroffen. Pool zegt dat de leden geen problemen hebben om de 17% loonsverhoging die mogelijk ook aan het personeel van de ziekenhuizen zal worden toegekend te accepteren als tussenstap naar de loonreeks. Hij benadrukt dat de leden willen dat wordt vastgelegd dat het AZP zijn loonreeks mag gebruiken. Het is namelijk vaker gebeurd dat zaken zijn afgesproken, maar niet worden nagekomen. Toch omdat het eerder al is voorgekomen dat er afspraken zijn gemaakt en men komt terug op afspraken. Vandaar dat het personeel die eis heeft gesteld, leg voor me vast. En nu heeft de directie 3 maanden om te onderhandelen. De bond kijkt ernaar uit dat de kwestie van de loonreeks zo spoedig mogelijk wordt opgelost. Pool hoopt niet dat de bond wordt gedwongen om weer in actie te gaan.